Welkom Guido, leuk dat je hier bij mij bent aangeschoven. Vertel even wat meer. Ben je op de fiets gekomen trouwens? Of niet? Ik ben niet op de fiets gekomen, dat was iets te ver. Dat was te ver, ah. Want uh, dat is wel het eigen bedrijf wat jij hebt. Ja, wij verkopen elektrische fatbikes. Die uh, hebben we zelf helemaal ontwikkeld. En uh, ja, die verkopen we in Nederland via dealers en via onze webshop. Wat gaaf. Nou, daar wil ik straks meer over weten, maar ik ben wel eerst even benieuwd wie, uh, wie, wie er naast me zit. Vertel even, hoe oud ben je, waar kom je vandaan? Nou, ja, mijn naam is uh, Guido Smelt. Ik studeerde de opleiding bedrijfskunde bij 24 jaar en ik ben nu aan het afsturen binnen mijn eigen onderneming, Cadra Bikes. Bikes, niet vergeten, heel goed. Goed om even te noemen. Want hoe ben je die onderneming gestart? Uh, ik ben, in 2021 ben ik samen met mijn broertje gestart. Hm. Wij zijn daarvoor op een vakantie geweest in Amerika met onze familie. En dan zagen wij veel van die elektrische fatbikes. En wij dachten: waarom is dat nog niet in Nederland? Dat, dat hebben we tof, nog nooit gezien. Ja. Ja. Dus zodoende zijn wij begonnen met het importeren van één fiets uit China. Uh, daarna, dat, die fiets beviel goed, dus hebben we er meer gaan importeren. En zodoende hebben we het eigenlijk uh, beter ontwikkeld. En nu hebben we de stap gemaakt om een eigen fiets te ontwikkelen. En die laten produceren in Spanje. In Spanje, ja. dus ook nog in Europa. Dat in is echt Europa. een mooie ontwikkeling om ja. dat uh, te kunnen doen. En wat is jouw rol dan? Want jullie doen dat samen, dat bedrijf. Wat is jouw rol? Uh, mijn rol is het, uh, het managen van het product. Dus ik heb het, uh, de fiets helemaal ontwikkeld en uh, ontworpen. En ik ben van de inkoop. En mijn broertje, daar doe ik het mee samen, die is van de marketing en van de aftersales. Oké, okay, dus jullie hebben het echt mooi verdeeld. Ja, ja. zo hebben we de taken goed wat verdeeld. Leuk. En nu heb jij uh, al stage geloven in je eigen bedrijf uh, vorig jaar. Nu uh, studeer je af binnen je eigen bedrijf. Dat is uh, allemaal mogelijk binnen dat level-up programma uh, vanuit het Facilion. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, het Level Up-programma is zeg maar één dag in de week dat je twee uur lang ondersteuning krijgt, een gastles en dat soort dingen allemaal. En uh, je wordt daarbij geholpen door coaches. Okay. Dus coachen van Saxion, maar ook een externe coach die je daarbij kan helpen en ondersteunen in ja, de, de opdrachten die je maakt en de werkzaamheden die je bij je bedrijf uitvoert. En wat voor uh, concrete hulpstukken lost jouw coach dan met jou op? Uh, ja, mijn coach helpt me met sparren. Sparren over bepaalde taken van hoe kun je het beste doen hoe kun je het beste de ja in dit geval de marketing indelen dat soort dingen zeg maar ze dus helpen je echt met uh, ja hoe je de onderneming kunt leiden zeg maar de beste strategie mooi en dat zijn al die coaches zijn ervaren ondernemers uh, ja. kunnen dat misschien zijn of professionals ja klopt ja. oké okay, leuk ja. wat haal je daar zoal uit uh, uit ja je hebt van alles uh, heel veel verschillende soorten uh, gastsprekers en de ene is bijvoorbeeld door motivatie. Een motivatie spreken, dus dat, daardoor kun je een deel van weghalen. Um, een ander deel, ja, soms heb je gasles over marketing, financiën. Dus eigenlijk in die twintig weken, want het duurt een half jaar 20 weken, en um, elke les kun je, ja. Wordt er een ander gasles gegeven, zeg maar. Ja, dus steeds wordt een ander stukje belicht van het ondernemerschap waar je misschien wat aan, wat aan ja, hebt. Ja. precies ja. En een concreet voorbeeld. Jij hebt je ondernemerschap dus uh, uh, gestart samen met je broertje. Um, het heeft jou als ondernemer ook verder gebracht, denk ik. Ja, absoluut. En waarin zie je dat terug? Ja, dat zie ik terug. We hebben op een gegeven moment een keer een les gehad over financiën, liquiditeitsbegroting, uh, exploitatiebegroting. Um, in het begin had ik dat nog helemaal niet vaststaan en nog helemaal geen begrotingen gemaakt. En op een gegeven moment ben Jij ik... Op... gewoon gegaan. We van zijn gewoon zin, gegaan. Ja. En op een gegeven moment hebben we maar een, ja, heb ik bedacht van nou, laat ik maar zo'n goede be begroting laten ja, zelf maken, zeg maar. En zodoende, toen heb ik dat gemaakt, dus toen zijn de kosten veel beter inzicht geworden voor mij. Dus zodoende is het eigenlijk, uh, heeft het mij van de punten geholpen, ja, want het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar je moet het allemaal wel eventjes doen en dan ja, is die precies. hulp daarbij denk ik heel erg uh, welkom en dat je met elkaar ook, want het, het Centrum voor Ondernemerschap heeft natuurlijk ook de ruimte om juist uh, met andere ook mede-ondernemers dat op te pakken en ja. een heel mooi netwerk. Hoe um, heeft het bijgedragen aan jouw ontwikkeling? Um, ja, ik heb sinds kort een we hebben laatst een afspraak gemaakt met een, iemand anders die, die regelt een mar, of die heeft een marketingbureau. Ja. En met hun ze hebben we een afspraak gemaakt en daar gaan we eventuele samenwerking zeg mee maar. ja, ja. Dus voor je netwerk is het super goed? Ja, absoluut. Wat leuk. Dat is top, ja. En als ik jou nou over vijf jaar nog een keer spreek, uh, fietsen we dan allemaal op die fietsen of hoe ziet dat eruit? Dat hoop ik wel. Op dit moment gaan de fietsen het meest naar het westen van het land. En daar is helemaal een hype in Amsterdam, uh, Rotterdam, al die grote steden. En ik hoop dat dat echt overwaait naar deze kant van Nederland. Tof. Ja, dat, ik hoop met je mee. Eén laatste slotvraag. Wat is je tip voor al die ondernemende studenten die ook hier op het Saxion zitten? Uh, mijn tip is om uh, gewoon te doen eigenlijk. Goed nadenken over welke... Sta je achter je product en uh, heb je er vertrouwen in? Als je er vertrouwen in hebt, gewoon gaan. Gewoon doen. Gewoon bezig gaan met ondernemen en ja. En al die hulp overal. En al die hulp overal wegtrekken. Dus vooral van studentenondernemers uh, kun je het low budget... Houden en kun je met elkaar samen groeien. Dus dat is mijn tip eigenlijk voor andere mensen. Goede tip, denk ik. Ja. Dankjewel, Guido. Leuk. Ja, geen probleem.